Ik wens graag per heden een andere rol te vervullen en wens te ondersteunen de fractie aan de andere zijde, de NDP, en daarhalve ondersteun ik de regering, voorzitter. De kwestie Wayedu. Ik las dat u indertijd heeft aangegeven van het verraad te houden, maar niet van de verraders. Ziet u meneer Wayedu als een verrader? Nee, natuurlijk niet. Kijk, het probleem is, en ik begrijp jullie hoor, we komen allemaal uit de oude politiek en we gebruiken dit soort geladen termen. Wanneer mensen zich verdiepen en willen komen ondersteunen, dan willen ze dat idee komen ondersteunen. Het is geen kwestie van mensen lopen over en dat zijn de geladen woorden die we toen gebruikten. We appreciëren het. In elk geval ben ik heel erg blij met wat je doet. Er zijn NDP'ers die zeggen, hij heeft niks achter zich. Al haalt Wayedu 0 zetels, ben ik bijzonder blij met hem. Ik weet wat ik heb aan Wayedu. Ja. Ik kan hem echt. We gaan hem heel goed inzetten. Maak je daar geen zorgen over. Ik heb geen enkel probleem. Integendeel, nogmaals, ik hoop dat hij luistert. Ik ben bijzonder blij met elke versterking overigens. Ik wens graag per heden een andere rol te vervullen en wens te ondersteunen de fractie aan de andere zijde, de NDP. En daarhalve ondersteun ik de regering, voorzitter. Gaarne vraag ik uw medewerking, voorzitter, en wens dus ook in mijn functioneren fysiek een andere plaats te krijgen, voorzitter. In elk geval, u mag zeggen wat u wil. Ik heb verstaan wat u heeft gezegd.